Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe Ramawaar. De witte wieven is een onderwerp wat ik al een tijdje op mijn lijst heb staan. Door al jullie reacties heb ik besloten de video meteen te gaan maken zodra ik terug was van vakantie. Vandaag gaan we het eens hebben over de Nederlandse volkslegende, de witte wieven. De witte wieven komen voor in verschillende volksverhalen en doken voor het eerst op honderden jaren geleden. Volgens de legende gaan ze vrijwel altijd in het wit of felwit gekleed, wat de naam zou kunnen verklaren. De witte wieven dansen over de heide of in het bos, hebben hun geld in huddenbedden opgeborgen en weten precies waar kostbaarheden zijn verborgen in het bos. Ook zouden de witte wieven voorkomen bij moerassen. De witte wieven werden ook wel als geesten van heksen gezien, of als vrouwen die slechte dingen in hun leven hadden gedaan. Behalve in huddenbedden zouden de witte wieven in een kleine heuveltjes en terpen hebben gewoond. 'S Nachts kwamen ze langzaam zwevend tevoorschijn. Vaak verschijnen ze dan als witte nevels op heide of moerasgebieden. Ze verleiden mensen ze te volgen, met als resultaat dat deze mensen voor altijd zouden verdwijnen. Hier kan mee bedoeld worden dat witte wieven een andere variant zijn van magere hein, de dood. Er zijn verschillende verhalen over witte wieven. Een van de bekendste is die uit Luttenberg. De witte wieven van Luttenberg woonde in een zandkuil die nog steeds te zien is. Het verhaal gaat als volgt. De inwoners van Luttenberg hebben een haat-liefdeverhouding met de witte wieven, die in bosjes en kuilen in en rondom de Luttenberg huizen. Meestal waren de witte wieven de mensen wel behulpzaam, maar men diende hem dan wel te vriend te houden. En wee degene die in dwars zat of treiterde, hij kon op hun wraak rekenen. Zo was in Luttenberg de hele buurt te gast op het bruiloft van een van de grootste boeren al daar. De hele buurt, behalve de witte wieven, die op de Luttenberg huishouden. Een knecht van de boer, een jonge praatjesmaker, zei dat hij hem wel wist te noden. Hij reed de paard de Luttenberg op en gooide een braadspit tussen de struiken. In plaats van de traditionele uitnodiging voor de bruiloften zei hij: "Witte wieven wit, ik breng u een spit. Zie dat je het gebraden hierbij kriegt." Razend van woede rende de witte wieven de knecht achterna. De knecht joeg zijn paard zo hard hij kon naar omlaag en schreeuwend van angst tuimelde de praatjesmaker bij de boerderij De Delle binnen. De witte wieven hadden hem bijna te pakken gekregen. Maar eenmaal onder het dak was de knecht veilig. Het witte wief kan immers niet onder een gebouwd dak komen. Ze konden niets meer doen dan een stuk van de paardenstaart snijden. Het dier had nog gelukt dat zij hem in woede niet de hele staart uitrukte, zoals elders wel was gebeurd. Nou, er zijn dus honderden verhalen van dit te vinden en het blijkt dat als je witte wieven echt wilt opfokken, je ze een spit moet toegooien. Nou, behalve dat er veel volksverhalen zijn over witte wieven, zijn er ook een aantal verschillende attracties over. Zo gaat de Baron 1898 in de Efteling over de witte wieven. De achtbaan de Baron is gethematiseerd naar een Nederlandse goudmijn. Het verhaal gaat over Gustaaf Hoogmoed, die op een dag goud vindt in een grot genaamd de Heksenbult, en er een prachtig mijncomplex genaamd Baron 1898 van bouwt. De witte wieven zijn het hier echter niet mee eens. Zij bewaken het goud en proberen ook te voorkomen dat Baron Hoogmoed weet af te dalen in de mijnschacht om goud te delven. Dankzij dit soort attracties en de oude verhalen zullen de witte wieven nooit echt uitsterven. Dat was het voor deze video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Raar, maar waar. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je graag meer video's van mij zien? Klik dan op deze video hier linksonder of op de random video rechts. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.